Welkom terug in mijn reis door Noorwegen. Rijnen is een van de meest zuidelijke plekken op de Lofoten en tegelijkertijd ook wel de meest bekende plek. Veel Instagram famous plaatjes zijn hier genomen. Het is niet helemaal wat ik had verwacht van de Lofoten. Je ziet natuurlijk al die mooie plaatjes voorbij komen en ja, dan moet het maar net allemaal mee zitten qua weer. Maar goed, dat is een soort mindset shift. Dat is een soort valkuil waar je in trapt, dat je denkt dat je dat gaat aantreffen en dan valt het tegen. Goed, dat is misschien wel een bekend ding met reizen en vooraf plaatjes kijken. Maar goed, die plaatjes zorgen wel voor inspiratie. Ik was teleurgesteld, maar nu ik hier buiten sta, denk ik toch wel erg gaaf. Ik merk toch iedere dag weer dat Noorwegen me blijft verbazen. Ik ben natuurlijk op een van de bekende plekken, de Lofoten. En omdat ik een hoge verwachting had, viel het ook tegen. En met dat gevoel ging ik gisteren slapen en werd ik vanmorgen wakker. Maar zonder dat ik nog buiten was geweest, was mijn mindset al het hoogtepunt van de reis is geweest. Rijnen is dus een populair vissersdorp in Noorwegen. En dat is mede omdat het op een van de aankomstplekken ligt, waar je met de boot arriveert vanaf het vasteland. Het is een plek waar de fjorden op een fantastische manier tevoorschijn komen. En tot voor kort was het die polnacht. Dat betekent dat er voor ongeveer een maand lang geen zonlicht is. Dus de zon die komt niet boven de horizon. Ik had eigenlijk gehoopt om deze periode of een stukje van deze periode mee te maken. Maar helaas ben ik net te laat. De polnacht is sinds vorige week voorbij. En dit betekent dat de mensen die hier wonen net zijn ontwaakt uit een periode vol duisternis. En dat lijkt me best wel een impact te hebben op je gezondheid als je hier woont. Ja, ja. Houdt hij het vol? Oh. Er is een vuurtje. Stil, je hebt alleen dit bij je. Lukt het dan om er iets van te maken? Nou ja, aankrijgen wel. Wie had dit verwacht? Het is gewoon gelukt.
heb net gebeld met het restaurantje waar ik gisteren was. En ze willen meewerken aan een interview, dus dat vind ik leuk. The last period, that it's quite dark. How is it? You're born with this, so you don't know anything else. So, of course, if you come from a place where it's sunny all day, or you have the light until the evening, and you come here, that will be probably a little bit different. But when you don't know anything else, that's... So it's not like extra depressing? Or No. Okay. Actually, a little bit cozy. It's more cozy? Yeah. But if it's not light for 24 hours? It's not like that. No? No. You have daylight a few hours at daytime. It's just that you don't see the sun. Zo zie je maar dat iets anders kan zijn dan je perspectief vooraf is. Dat de zon niet opkomt, niet aan de horizon komt, betekent niet dat het donker is. Er komt natuurlijk nog steeds licht van de zon af. Zo had ik hem nog niet bekeken. Ondertussen vervolg ik mijn gesprek met hem en ik ben vooral benieuwd wat er nou eigenlijk op deze eilanden gebeurt. Wat doen mensen voor werk? Is het echt alleen visserij en toerisme? Of is er meer wat je misschien aan de buitenkant niet ziet? Ik merk dat mijn perspectief als jongen uit Amsterdam niet heel uitgebreid is als ik kijk naar zo'n eiland als dit. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Is het all about tourism and fishing? Ja. Without the tourists, there wouldn't be anything. Most people work either in the commune with healthcare, teachers, things like that. And then you have the fishermen, and the rest is working with tourists. There's some tourists here that comes here during the winter time and think they automatically can see the Northern Light, for example. But it's not like that. First of all, you have to have a clear sky. And even with a clear sky, there's no guarantee. And the same, the people that goes the hikes on the mountains. For example, up here in Reinebringen, that's the most popular place to go. They go there during the winter. There's always one or two persons that get killed every year. Really? Yeah. Because they go up there when they shouldn't. So don't do it during the winter time when it's slippery. Right. It's not worth it. Great. Thank you. When you need anything, just shout. I don't see you in here, so. Lokaal gerecht besteld. Het vis. Have I really been so crazy too? To think your love was mine, serenading to sinking moons. Oh, I've been so blind as our love was slowly turning blue. That thing is true. Believe that thing you said. No, I don't care where I'm going to. Het was kort maar krachtig, de Lofoten. Het weer zat gewoon niet zo mee. Het is enorm prutterig. Het dooit. En het leek me niet heel erg nodig om langer te blijven. Dus ik pak de boot naar het vasteland. En ik rijd denk ik dan toch via de westkust van Noorwegen terug naar Nederland. Maar eerst terug naar Kristiansand in Noorwegen om daar de boot te pakken naar Denemarken. En vanaf daar echt naar Nederland te rijden. So beware of this glowing dream. Thank you. Baby, don't look back. See your life drifting down the stream.
this love is your song and sound. But it's still true. Het ruimt lekker op zo. Echt tip nummer 1, vochtige doekjes mee. En om jezelf schoon te houden en andere vochtige doekjes om de boel gewoon schoon te houden. De camper, de spullen. En als je wat morst of zo, dan heb je altijd gewoon een vochtig doekje bij de hand. Ideaal. Hoe vies is dit eigenlijk? Hebben ze het ooit schoongemaakt? Dit zijn dus mensen die dit aanraken, die maken dus altijd hun portable toilet schoon. Maar goed. Toen ik hoorde dat Buda de culturele hoofdstad is van Europa, werd ik met een andere blik door de stad gaan lopen. Er zijn veel galerieën, muurschilderingen en andere artistieke elementen. Buda is eigenlijk een kleine stad, maar het bruiste van de mensen maakt ze ook weer niet te druk. Geeft mij best een goed gevoel. En een van de plekken waar ik langs liep, was deze galerie. En waarom deze plek in mijn hoofd bleef hangen? Er hangt een groot schilderij wat op een of andere manier mijn reis tot nu toe door Noorwegen kenmerkt. Wat je hier ziet is dus allemaal gemaakt in het noorden van Noorwegen. En kenmerkt dus ook de elementen, vooral de landschappen, de natuur, de mensen, eigenlijk het hele plaatje. En het leuke aan de belichting in deze aquarelcomposities is dat het er in het echt ook zo uitziet. Natuurlijk is het niet identiek. De maker vertelt ook dat je natuurlijk creatieve vrijheid hebt, dus je kunt uiteindelijk het beeld anders maken dan dat in het echt was. En uiteindelijk zie je in al haar werk terug wat het licht in deze omgeving betekent. When I am outside, I always see motif. I very often must stop my car if I'm out driving. A special light in the mountain, a special light in the sea. Like that leaves. It's outside Buda on the other side of the sea here. And the sun was shining behind the leaves. Everything else is away, almost an aura, a light on the top of their body. If I see in the Netherlands, we try to search for the sunset, or the golden hour. Yeah. But it's a lot of times it's not there. Yeah. And here you have it all day. The light is special this time of year, or before Christmas and November, December, January. It's very dark, but it's fantastic light we have, even if it's dark. But of course now, when the sun is back. It's good. Yeah, it's very good. You love it so much because places where you have sun always, you don't think about it. But when the sun has been away and we get it back, it's fantastic. Ik vind het bijzonder om te zien hoe het licht, om werken met het licht, leven met het licht, deze plek kenmerkt. Ik heb geen schilderij gekocht. Ik heb wel, toen ik net langs was geweest, zonder camera, een kleine print meegenomen. En ik heb eigenlijk wel interesse in het grote schilderij. Maar ja, goed, dat kan ik en niet meenemen en niet kwijt. Dus dat is jammer.
is echt niet normaal. Ik voel met mijn handen aan het sturen, als er een vrachtwagen voorbij komt, dan zit je echt in zo'n zuiging. Het sneeuw dat schuift zo over best wel de snelheid, een enorme snelheid, over het wegdek. Wat een mooi effect. Ik ben aangehouden, ik reed te hard, ik had het helemaal niet door. Volgens mij wordt het echt een dure boete. Die boetes in Noorwegen schijnen echt heel duur te zijn. 13 km per uur te hard, ik denk wel 300 euro of zo. Oké. Are you traveling or living in Norway? No, I'm traveling. Traveling, yeah. I would need an address for you. Yes. The fine will be sent to your address. Okay. Okay. Can I write it down? Okay, yeah, you can write it yourself. Do it later. Yeah, this is street address and then postcode and city. Postcode and city. Yeah. Okay. It's expensive. I'm sorry. What's the price? I'll check it out. Oh, okay. It's, yeah, it says up here 5,400 kroners. So it's expensive. Yeah. Have a nice day. Yeah, you too. Okay, yeah. Bye. Okay, that is a hoge boete. Hier had ik echt niet op gehoopt, zullen we zeggen. 500 euro boete. 500 euro. Je rijdt dan een berg naar beneden en dan kom je ineens in een dorpje. Er staan dan echt een paar huizen. Ja, en ik was gewoon, ik weet niet, gewoon gefocust op het rijden. En ik liet me. Ik reed dus naar beneden toe en ik vergat eigenlijk de rem en ik reed dus 80. En je mocht ook de hele tijd 80, maar ja, dat stukje dus 60. Het zal wel vaker zijn gebeurd hoor, deze trip, zonder dat je dat al door hebt. Probeer juist rustig te rijden, gewoon voor het rustige gevoel en zuinig. Jammer, dit. En zo vervolg ik mijn weg weer dwars door Noorwegen, richting het zuiden, richting Oslo. Ik wilde eerst langs de westkust rijden, maar dat bleek toch krap in de tijd. Het liefst wil ik wel de boot halen in plaats van dat ik hem of moet omboeken of een nieuwe ticket moet kopen. Vervolgens zal ik de boot denk ik lekker open houden, zodat ik iets meer vrijheid heb in mijn reistijd. De komende 2 dagen zal ik flink wat kilometers maken. Weer zit alleen niet echt mee. Het begint weer flink te sneeuwen en het zicht op deze wegen in the middle of nowhere is niet al te best. Ik zie echt bijna niks. Hoppa, groente. Ik heb weer even een rondje gerend. En heb ik gisteren ook gedaan en eerder ook een paar keer. Dat zijn wel de momenten dat ik even uitcheck. Ik merk ook dat ik het nu meer nodig heb dan voorheen. Waarom? Omdat ik dagelijks CBD-druppels neem. Dat maakt je hoofd, lichaam iets rustiger. Ik ben van mezelf altijd heel druk. ADHD. En sinds ik dat jaren terug nam, volgens mij 6, 7 jaar terug. Wel een hele tijd inmiddels. Maar het heeft me echt geholpen om iets rustiger te zijn. Nou is dat op sinds een week. En ik merk dat ik daar toch wel wat moeite mee heb.
dacht dat ik genoeg mee had, maar niet dus. Aan de ene kant vind ik het vervelend dat ik er afhankelijk van ben. Aan de andere kant voel ik me sinds dat ik dat neem wel een stuk rustiger en fijner. Dus ja, het is een beetje de afweging weer. Maar het rennen of het wandelen, dat helpt wel heel erg. Om wat lekkerder dan in je vel te blijven zitten. En ja, iets meer. Je maakt dan uit jezelf natuurlijk dopamine aan. Of wat is het, serotonine aan. En daardoor word je wat rustiger en dat helpt dus wel heel erg. Ja, ik ga denk ik weer fit deze dag in. Het is inmiddels ook alweer voor mij bijna tijd om te gaan eten, een uurtje nog. Dus dan gaan we in de middag weer rijden. Vanavond even kijken hoe ik me voel, of ik nog een stukje ga rijden en dan gaan we het zien. Gas erop, het is 6,5 uur rijden. Het zou vanmiddag gaan, maar die is weer verplaatst. Net als eigenlijk op de heenreis. Hij is verplaatst naar morgenochtend. Dus nou, nog even een nachtje extra genieten hier. De trip Noorwegen zit er nu al echt op. Ja, ik heb ervan genoten. En op naar volgende avonturen. In het laatste stuk wat ik gisteren deed, schud ik mezelf een soort van wakker. Ik had echt zoiets van, wow, ik heb het gewoon gedaan. Ik ben gewoon deze trip gaan doen, ik ben naar Noorwegen geweest. Het is iets wat ik van mijn bucketlist kan afstrepen. En niet alleen dat, ik heb het ook echt ervaren hoe ik dat wilde. Ik weet nog dat ik op de heenweg vol enthousiasme die kant op reed en nu op de terugweg ook nog steeds heel enthousiast ben. Natuurlijk is het lekker om naar huis te gaan, weer even alle voorzieningen te hebben en deze trip te verwerken. Ik kijk er vooral gewoon met een heel positief en fijn gevoel op terug. En er gaan zeker nog meer trips komen. Bedankt dat je er was, dat je deze serie hebt gekeken en ik hoop oprecht dat ik iets bij je teweeg heb gebracht, je heb geïnspireerd. Ik heb mezelf in ieder geval ook weer geïnspireerd om verder te reizen, verder te groeien en nieuwe dingen te ontdekken.